Hallo kijkers van Dorpjes Recht en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Brotherhood. Vandaag gaan we weer verder met de hoofdmissies. Maar jongens, er is even wat veranderd sinds dat ik de aflevering afsluit. Natuurlijk ben ik hier naartoe gereden op dat paard, dat konden jullie ook zien. Want ik stond weer helemaal bij die tempel en ik wou niet dat jullie die hele reis moesten bekijken. Omdat het echt, het kostte wel wat tijd. Maar er is ook nog wat veranderd. Namelijk, ik heb wat medicijnen bijgekocht, want mijn medicijnen waren op. Dat is het enige wat ik heb gedaan. En we zijn ook eventjes net een glip tegengekomen. Huh? Een glip? Ja, we zijn een glip tegengekomen. Namelijk, kijk, als je daar recente toevoegingen krijgt, zie je Cassie Merma di Avaliana. Die heeft een glip. En wat is nou de Kessekeria? Dat is dit ding. Dit gebouw. Dus jongens, daarom wou ik ook normaal... Zie je mij dan gewoon in een mooie plaats staan. Daarom vandaag eventjes niet, omdat ik jullie eigenlijk dat wou laten zien. Dat we dat ding... dat we dat ding zagen. Maar ik was even iets te laat. Dus jongens, daarom dat jullie mij bij dat paard zagen. Weet je, een heel raar intro. Dus jongens, ik zal nog een keer zeggen, welkom weer terug bij de nieuwe aflevering van Assassin's Creed Brotherhood. En ja, vandaag gaan we dus verder met allemaal hoofdmissies. We gaan ook even een glimp doen die we hier zijn tegengekomen. En ja. En al die andere dingen die er veranderd zijn, dat heb ik jullie al verteld. En dat is simpelweg dat ik een beetje heal potions erbij heb gekocht. Ik hoop niet dat jullie het erg vinden, maar ik vind het zonde voor de tijd als ik jullie had moeten laten zien. Dat ik even... Hier was ook een dokter. Laat maar zitten. Ik dacht gewoon dat we geen dokter zouden tegenkomen. Maar het geeft niet. Dat hoop ik. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden dat jullie niet hebben kunnen zien hoe ik 5 flesjes vijf heal potions kocht. Ja, ik hoop dat jullie dat niet... Oh, daar is hij. Oké. Okay. Ik hoop dat jullie het niet erg vonden dat jullie dat niet hebben kunnen zien. Maar, want jullie hebben het al vaak genoeg, denk ik, gezien. Als ik meer inkopen zou doen, jongens, dan had ik het jullie zeker wel laten zien. Maar voor 5 flesjes had ik het jullie even niet laten zien. Net zoals die reizen steeds. Dat laat ik jullie ook niet zien, want er gebeurt eigenlijk totaal niks anders. Oké, in ieder geval, let's do deze clip. Cluster 7 is het volgens mij, hè? Volgens mij. We zullen zien of dit cluster 7 is. Cluster 7, ja. Zie je? Cluster 7. Oké, wat voor rare gedoe krijgen we nu allemaal? Loading. Dat is heel mooi. The capitalists think we run these companies for profit. The fools. Those fools work for you. Optional slavery in exchange for pieces of paper. Doesn't that strike you as foolish? Oké. Vuur, water, aarde en lucht bewegen door de zelf... genoegzaamheid van het volk. Weg van de mensen. Moet ik nu op dingen klikken waar ik mensen zie? Of... Oh, wacht even. Nee, ik denk iets waar we vuur en zo op zien. Vuur, water, aarde en lucht. Oké, dit is aarde. Dit is vuur. Dit is water. Dit is niks. Dit is niks. Ook niks. Hier. Oh, wacht even. Die weg. Die dan. Nee. Deze. Deze. Wat klopt er dan niet? Dit is aarde. Dit is water. Ik denk dat deze niet klopt. En dat het zo en zo? Nee. Zo en zo? Nee. Ik weet niet. Misschien hoort dat roken niet bij. En dat het zeg maar... Dit en dit moet wezen. Wat klopt er dan niet? Deze? Nee. Deze? Nee. Deze? Nee. Hebben we geen advies? Nee. Wegen door de zelfgenoegzaamheid van het volk weg van de mensen. Oké. Dus weg met die mensen dan. En deze misschien. En deze? Nee. Oké, dan eventjes alles weg. Deze denk ik van wel. Net zoals deze. Deze. En ja. Misschien deze en deze. Nee. Waarschijnlijk zijn er mensen bij betrokken. Misschien dit. Dit. Nee.
Misschien dit en dit. Nee, dit en dit, dit en dit. Ik wacht eigenlijk al eventjes op een... hoe heet dat? Een verduidelijking. Een advies of zoiets. Wat doe ik nou niet goed? Wat is dit überhaupt? Ik weet niet wat dat is. Misschien is dat de juiste fout. Nee. Wat is dit? Ja, hier laat je aarde zien. Hier laat je water zien. Oké, laten we even resetten. En dan gaan we nog één keer rustig kijken. Dit is vuur. Dit is aarde. Dit is nogmaals vuur. Dit is wel... Oh, advies. It looks like something involving the elements. And possibly workers. Oh, wacht even. Misschien dat we dan die... 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 Loading. We moeten gewoon mensen met die dingen zien. Scanning. 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 What the purpose of all this? 1331, 1531, 1531, 1531, 1531, 1929, 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 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1939, 1945, 1950, 1955, 1962, 1990, 1994, 1995, 2001. It has not make sense. It does not make sense. Emotion centers activated. Ik niet. Dat zijn allemaal jaargetallen, jaargetijden, maar toegang geweigerd. Oh god. Oh god. Democracy must die to ensure the stability of the world. Capitalism will end it. Oké, mogelijk gemaakt door de drie. De middelste achter de schermen wachten tot Citizens United een huwelijk sloot tussen de VS en de wil van de Tempeliers. Oké, zoomen. Misschien dat ik hier moet kijken. Oké, ja, ik lees al die gozers niet voor. Ik zoek gewoon het ene ding. Nee. Ik weet niet of het dit grote schilderij is. Ik weet het niet. Even een ander schilderij. Deze? Onjuiste coördinaten. Nee. Dit zijn allemaal onjuiste coördinaten. Oké. Nee, allemaal onjuiste coördinaten. Ik wil goede coördinaten even zien. Met allemaal drie. Ik hoor wat. Ja, ik hoor nu ook wat. Dat was een dikke explosie, maar... Onjuiste coördinaten. Wat was dat dan? Oké, wat zoeken we? NK? Nee. Wat zoeken we? Die clips zijn, worden steeds lastiger, hè? 70. Row, row, row. Nee. God, we zijn hier weer goed aan afsteken, maar even kijken. Was dat de appel? Nee. 9. Nee, wat is hij dan wel? Ik weet het niet. Oké, mogelijk gemaakt door de drie, de middelste achter de schermen wachten tot Citizens United een huwelijk sloot tussen de VS, de wil van de Tempeliers. Misschien is dat hem? Nee. Achter de schermen. Dus dan zou ik zeggen, hierachter. Maar, nee. Blijkbaar niet. Wat zoek ik? Advies, dank je. 16 is definitely not in the running for a marriage anytime soon, so that word wed stands out a bit. I don't see any weddings, but maybe there's something else up there wedding related. Oké, wat heeft er nog meer met een huwelijk te maken? Oké, dan moet ik even sluiten.
Wat heeft er nog meer met een huwelijk te maken? Misschien cadeautjes? Misschien dat? Of misschien hier ergens iets. Onjuiste coördinaten. Kom op! Iets met een huwelijk. Wat hoort er bij een huwelijk? Het is allemaal heel erg mooi, maar... Hebben we nog een advies? 16 is definitely not in the running for a marriage anytime soon. So Bed? That word wed stands out a bit. I don't see any weddings. But maybe there's something else up there wedding related. Ik zou zeggen dan een ring. Maar waar zien we hier... misschien op die handen van deze gozers. Dat hier ergens een ring is. Misschien hier? Nee. Daar. Eindelijk. Juiste coördinaten. Oké. 8 is K. Oké, waar is 8? Daar. Dan is 4. C. Dan is 4 C. Oké. Waar is C? Waar is... Daar is C. Oké, als 0 die R is die niet af is, dan is 8, weet ik niet. Als 2 een streepje, als 0, nee, als 0 dit streepje is, is 2, weet ik niet. En dan als 9, 9 is, dan is 1 K. Dus ik zou dan zeggen, misschien, wat kan het allemaal zijn? Laten we even kijken, als de R... 0 is, dan is 8. Ja, dan is 8. Even kijken, wat staat er niet op het lijstje? Oh, dit is lastig. Dit is erg lastig om te zien. Als 0 deze is, dan is 2. Wacht even. Nee, het zijn wel andere. Ze kunnen niet hetzelfde zijn. Nee. Dit is misschien... Ik verwacht een woord of zoiets. Dus... Oké, wat... Misschien dat het een O is. Ja, maar ik verwacht een woord. Even kijken. Nee. Wat voor woord wacht ik dan? Ik weet het niet. Jongens, ik zie jullie zo. Jongens, ik heb het even opgezocht. En het blijkt dus dat dit een M moet wezen. Dus waar is een M? Even kijken. Waar is de M? Daar is de M. En dat dit een soort Z moet wezen. Jongens, sorry dat ik het even opgezocht heb. Maar anders werd het echt helemaal niks. Loading. Supreme Court... of de United States, Washington DC, 20343, december 2000, reactie, privatisering, C, punt, comma. Ik heb Sandra overtuigd een meerderheidsstandpunt in te nemen. De verleiding van een pensioen onder een republikeinse president deed het hem. Hoewel de uitspraak zal afwijken van onze eerdere besluit over het gelijkheidsbeginsel, zal het geen aandacht vestigen op onze plannen. Als Sandra weg is... ligt de weg open om een van onze topmensen te installeren. Zoals besproken zal W de perfecte afleiding blijken te zijn. Ik twijfel er geen moment aan dat hij het vuurtje Irak opnieuw zal aanstoken. Laat hem zijn gang maar gaan, dan hebben de aannemers van C weer meer werk. Als de tijd rijp is, geef ik W de naam van Roberts. Met Roberts aan het hof is het slechts een kwestie van wachten tot de juiste zaak. Als we iets hebben gedaan aan de wetgeving om rent... campagnefinanciering heeft het bedrijf vrijbaan om de senatorenleden van het huis van afgevaardigden en uiteindelijk de president zelf aan te wijzen. Binnenkort zijn onze dromen gerealiseerd. De regering dankt haar autoriteit niet langer aan het volk, maar aan ons, haar beschermers. En er staat iemand zijn handtekening. Loading. Oh god, we gaan weer schaken. B8, C6, C6, 6C, 8B zijn onze acties zijn echo's die niet van onszelf. Ze zijn niet van onszelf. Oké, waar is B8?
B8 naar C6. Ja. En dus 8B. 8B. Dus wat wil jij zeggen? Dat we nu deze moeten... Ja. Loading. Quarantine zone. Ach, god. The capitalists will do whatever we tell them. Wat staat hier trouwens? We print the dollars they worship after all. Het is zonder twijfel een spraak in het wiel van gewone burgers, het congres en de staten om zelfs maar de geringste bescherming te treffen tegen de totale dominatie van bedrijven in het elektrotrotale, het opruimen van Deepwater Horizon voor miljarden uitbesteed. Daar. Daar. Quarantine lifted. Oké. En nu kunnen we het woord verder lezen. Het wonder zit hem in de hand. Of zoiets. De handleiding misschien. Het wonder zit hem in de handleiding. Het wonder zit hem in het filmpje. Het wonder zit hem in de clip. Het wonder zit hem in de puzzel. Dat kan. Oké, in ieder geval, wij gaan heel eventjes die missie nog doen, want we hebben nog wel even tijd. Is die naar binnen? Ja. Ezio Auditore! Come in! I'll kill you if you don't. Bartolomeo. Wait here. You have to meet my wife. Pantasilea! Pantasilea! Where is she? Did you check behind the table? Ah, here she is. Lieta di conoscervi. Charmed. Truly. Now, we talk about war. How was the fight against the French? Bene. My men are holding their own. Machiavelli seemed to think things were more difficult. You know Machiavelli... Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Scusatemi. Throw me Bianca. Ezio, let me get straight to the point. The fight is not going well. We've been attacked on both sides. Borgia on one, French on the other. But know this. The Borgia position is weak. If you can defeat them, we can concentrate our forces on the French front. I think I know a way to help. Thank you for disclosing this to me, Madonna Dalviano. It is the least a wife can do to help her husband. Okay. Van de regen in de drup. Verslaande Borgia-commandant die zijn troepen de barakken laat aanvallen, zodat de huurlingen zich kunnen concentreren op de aanval van de Fransen. Dood alleen de Borgia-commandant. Kan ik niet beloven, maar die commandant gaat er zeker aan. Is het dan die commandant van die toren ernaast? Okay. Wel leuk dat we Bartolomeo weer zien. Someone stop their leader before he gets to the tower. Okay. Ik pak hem wel. Pak hem. Het is jou goed zo. Yes. Hoppakee. Okay, we kunnen nu de toren van de Borgia in de fik steken. Okay. Dat is mooi. Dat betekent dat we nu hier wel bij kunnen dus. En dat is altijd mooi dat we ergens niet bij kunnen. Ik weet niet of we bij de rest bij kunnen. Bij die andere torens, ik denk van niet. Ik denk dat het allemaal met missies en zo te maken heeft. Of met sequenties. Dus ik ga onze tour voorlopig nog niet instarten. Maar het heeft wel een grote kans dat het misschien werkt. Oké, Ezio, je moet niet gaan ragdollen op dit moment. Hey, gozers! Hoppakee. Door. Eigenlijk was het de bedoeling om even te rollen, gozer, maar... Misschien dat het wel zo moet. Oké, toren omhoog. Oké, raak me kwijt. Opzij. Oké, nu kan je hem niet meer raken. Of je moet door de toren heen gaan gooien. Dat kunnen jullie denk ik niet. Dus raak me even kwijt. Hoppakee. Dan gaan wij die toren omhoog.
En dan zijn de Borgia's hier ook weer even weg. Kunnen we dat snelreispunt ook nog pakken? Dat is leuk. Als we dat vandaag nog kunnen doen. Extra snelreispunt, altijd handig. Oké, omhoog. Extra viewpoint is ook altijd een vlag. Kijk, dit is gewoon dubbel nemen. Dit is gewoon beloningen, beloningen, beloningen. En deze commandant was niet eens moeilijk. Oké, nee. We gaan niet voor de vlag, we gaan voor de uitkijkpunt, Ezio. Dus synchroniseren gaan wij hier staan, Ezio. Goed zo, synchroniseis. En dan gaan we terug. En steek het maar in de fik, Ezio. Oké, ga terug naar Bartolomeo en Pantasilia. Oké, en waar staat die ene lift? Helemaal daar. Nou, is niet fair. Is niet fair. Nou, dan hebben we weer eentje aangestoken. Dat betekent dat we weer dit kunnen doen. Nou, niet dit, maar dit. Even kijken. En dit. Oké. En dat betekent dat we nog maar 1, 2, 3 torens hebben. Van de Borgia. En dan is de Borgia letterlijk niet meer aan de macht. Oké, dat gaat goed. Zo gauw we dat kunnen doen. En de Borgia echt totaal niet meer aan de macht is. Ben ik blij. Als de Borgia niet meer aan de macht is. Dan staan wij vrij om dit allemaal te doen. Laten we dit zo meteen maar kopen. Als de missie voltooid is. Dan krijgen jullie een iets langere afleiding. Hadden jullie gisteren ook. Vonden jullie denk ik helemaal niet erg. Oké, naar boven. En dan gaan we even naar Bartolomeo. En dan gaan we weer terug naar die snelreispunt. Ik was even de naam kwijt. Snelreispunt. Oké, heb ik mijn paardje ook nog? Of nee, misschien kunnen we het snelreispunt zelfs nu kopen. Kan dat? Alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Alsjeblieft. Onderzoeken. Renoveren. Hoppakee, het kan gewoon nu. Kijk, meer hoeft ook niet. Als het nu gewoon kan, dan is het goed. Oké, en dan zet ik nu mijn waypoint uit. Goed zo. Oké. En dan gaan we weer verder. 12 van de 18 van de ondergrondse tunnels gerenoveerd. Wat zitten die andere ondergrondse tunnels dan? Als ik dat zou mogen weten. Nou, ik weet niet waar ze zitten. Maar we zullen ze uiteindelijk wel allemaal hebben synchroniseerd, denk ik. Of nou ja, ik weet er wel een paar te vinden. Ik weet er wel een paar te vinden. Maar waar die anderen zijn, geen enkel idee. Komt wel goed, denk ik. Komt wel goed. Uiteindelijk zullen we ze allemaal wel hebben. En als we ze allemaal hebben, dan kunnen we een feest gaan vieren, denk ik. Want dan kunnen we overal heel snel naartoe. Oké, die kant op. En we zijn er. Hé, waar is Bartolomeo? Daar ben je. Praten. Ezio. We sent those luridi codardi running for the hills. Yes, we did. Now that the Pope's dogs have fled, I will be able to draw more men to the fight. But first I want to reinforce our barracks. Who will take care of this? I'm no good with these things. You are the educated one. You approve the plans. Va bene. But in return, I need to know Cesare and Rodrigo's every move. Can your men keep track of them for me? Of course. Oké, dat ziet er weer naar uit dat we gaan renoveren. Hallo meneer, hoeveel geld kost het normaal? Want ik heb niet heel veel geld. Oh, gratis? Oké, gratis is goed. Ziet er mooi uit, gozer. Ziet er heel mooi uit. Isn't she a thing of beauty? Very impressive. More men join us every day. It has become very competitive, which is just the way I like it. As you can see, this board shows the ranks of our top warriors.
improve your skills, and you will move up the list. Shouldn't I already be at the top? Jan's fighting downstairs. If you're looking to show off, we also have fights. Now, if you'll excuse me, I've got money on this match. Oké. Ik denk dat dit is iets is voor de volgende keer. Where is Bartolomeo? At the fight downstairs. He has such an aggressive view of the world. However, strategy is equally important. Take these carrier pigeons, for example. Each one sent from Machiavelli bears the name of an important Templar in Roma. Eliminate them, and you will have more of an impact than a battle ever could. Thank you, Madonna. Can you ask Bartolomeo to come see me at Isola Tiberina with a report about Cesare and Rodrigo's whereabouts? He will be there. Oké. Okay. Kijk eens, dan denk ik dat we de volgende keer trouwens hier naartoe gaan. Hier naar binnen om allemaal zijn missies te unlocken. Of zullen we dat? Nee, we gaan dat niet nu doen. We gaan dat nu doen, niet nu doen. We hebben dus ook allemaal dingen bij de postduif gevallen of wat. Maar er zijn al zijn missies helemaal unlocked. Dat is handig. En, oh, daar is weer een hoofdmissie. Dat is allemaal heel erg leuk. Oké, dus de volgende keer gaan wij een beetje hier met, hoe heet dit? Een beetje moordcontracten doen. Maar dat zien hier allemaal de volgende keer. Want voor nu ga ik zeggen, kijk eens even een duimpje omhoog. Help ik mij mee? Help het kanaal mee? Alleen als jullie nog niet zijn geabonneerd, dan valt het mij nog mee om te zeggen. En dat is, doei!